love them. In deze serie mag ik bij wijze van hoge uitzondering met de verschillende teams binnen de DSI meelopen om te zien in hoeverre wij als Nederland zijn voorbereid op grote incidenten, zoals bijvoorbeeld ontvoeringen. Ze hebben bivakmutsen gebruikt, in ieder geval één vuurwapen is gezien en ze hebben zich vermoedelijk dus voorgedaan als politie-AT. In deze aflevering leer ik Tigo, een van de geheime wapens van het arrestatieteam, van iets te dichtbij kennen. Jezus, waarom doen we dit? En mag ik mee met de verschillende invallen in een grote ontvoeringszaak. Mensen eruit, actie nu. Het arrestatieteam beschikt over een flink arsenaal aan wapens. Om begrijpelijke redenen kunnen we die niet allemaal bekendmaken, maar de AT-leden willen best iets vertellen over de wapens die ze het meest gebruiken tijdens arrestaties. In wat voor soort gevallen kiezen jullie voor het gebruik van dit wapen? Afstand. Afstand alleen? Dus dat heeft niks met gevaar te maken of met... Vaak is de afstand de meest relevant, zeg maar. Want hoe ver gaat dit? Ja, hij gaat heel ver, alleen zeg maar, de nauwkeurigheid bepaalt het vizier. Dit is jullie standaard wapenuitrusting, toch? Glock en de MP, ja. En hoe vaak gebruik je zo'n wapen? Mijn inzet? Mm-hmm. Deze gebruik ik niet zoveel. Nee? Nee. Vanwege dat je het met je Glock af kan? Ja, zoals kijk je bij regulier instap of zo, dan is de Glock voldoende. Maar dat ligt ook wel aan de bebouwing of aan de huizing. In de auto gaat die wel al mee. Dus we zijn verstandig, een auto hebben we wel altijd bij. In een huis natuurlijk altijd dichtbij iemand bent en je vrij terug zeker bent. Naast de wat zwaardere en dus vaak dodelijke wapens beschikken de eenheden ook over een arsenaal die ze zelf less lethal, oftewel minder dodelijk noemen. Een van die wapens is zwart, harig, zorgt met één commando dat een verdachte geen stap meer verzet en luistert naar de naam Tigo. Om weliswaar dan met bescherming te ervaren wat een verdachte zou kunnen ervaren als Tigo wordt ingezet, laat de hondenbegeleider mij zien hoe dat dan werkt. Ja. Ga ik nu iets heel geks doen of niet? Nee joh, nee, tuurlijk toch? Niet. Kom op man. Kan jij een buigen zo? Vrouwelijk hè? Maar hij gaat niet ergens anders bijten. Dat durf ik niet in zekerheid te zeggen. Nee, dat is kijk uit. Hij zit voor je arm. Ik hou hem ook aan de korte lijn, dus zit hij op je arm. Hij zal waarschijnlijk zo inbijten, of hier zo. Nee, maar hier is het open. Nee, maar daar kan hij niet erin, tand. Dat houdt ik tegen. Laat maar op. Oké. Maar als zo'n hond binnenkomt in een gebouw, pakt hij altijd eerst je arm of je benen? Wat hij tegenkomt, maakt niet uit. Maar zeg, kan hij ook benen? Nee, maar als jij aanbiedt, pakt hij de arm. En dat is ook de kracht van onze honden. Zo misschien daar, mag je proberen als je hond eentje beter. Maar hoezo noem je het dan less lethal? Als die omdat nagen met jouw letsel is gering. Je hebt als die in je gezicht bijt? In je gezicht, dat is natuurlijk wel wat pittiger. Maar is die nu heel boos, of niet? Nee, ja, vanmiddag al getraind, dus hij vindt het wel best. Als het niet hoeft. Heb jij dit wel eens? Nee, ik vind het beter. Bert, hij maakt mooi los, hè? Jessica, die teem doet zeerder dan de hond, hoor. Ik vertrouw jullie niet. Ik zet hem ook gewoon echt erop. Ik zet hem ook gewoon erop. Door je knie, je kan door je knie, hè? Ja, oké. Okay. Hallo. En zo meteen komt die hond daar vandaan. Ja. En dan vangen we hem zo vangen we op. Oké, okay. Maar jij blijft bij me, hè? Ik blijf bij jou, oké. Okay. De microfoon staan zo niet. Zo. Ja, kan niet missen. Maar waar kom jij dan? Daar zo. Jezus, waarom doen we dit? Zeg maar uitlaat. Zo, Jessica. Zo. Zo? Maar ik kan hem niet houden, die... Oh. Jessica, ben je klaar? Ik wacht. Wat? Zet hem andersom. Oké. Doe dit geen zin of wel zin? Oplossen. Je voelt er niks van. Oh, jezus, gaat hij niet doorheen, zegt hij. Dat was leuk, hè? Nee, maar hij...
gebeuren, denk ik. Wil je nog een eentje doen? Ik kan nou die andere arm doen. Nee. Nou, ik weet niet wie jou dat heeft wijsgemaakt. Ja, ik heb zelfs zo vaak aan, die mootjes. Echt waar? Zo. Kijk, als je nou letsel hebt, dan had je recht om te schreeuwen, maar als je niks ziet, dan... Het is echt zeer, man. Wat jij voelt is die drukschade. Dat is gewoon puur die druk. Want in principe, die tanden, je voelt misschien vier gaatjes, vier tanden in je lichaam gaan. Ja. Maar hij blijft continu knijpen en duwen. Ja. En dat voel je. Dus dan kan je, is nooit een, of je moet net een slagader groot maken, een arm hier wat hier loopt, dat zijn geen grote slagaders. Je kan alleen wel rond de boven in de lies zitten. Dus het gaat dwars door je arm heen? Dus je krijgt gewoon vier gaten. En meestal het schadebeeld daarvan is gewoon vier gaten met gewoon twee van die vetbulten die eruit komen. Gewoon je hele huidvet komt eruit hangen. Het andere alternatief is dat we misschien wel vuurwapen moeten gebruiken op die verdachte. Ik kan me niet voorstellen dat de schade beperkt is als je dit zonder bescherming meemaakt. Nee joh. En jij weet dat het gaat komen, daarom doet het pijn. Maar je hebt ook een stukje adrenaline en angst in het echt. Als je echt in één keer gebeten wordt, dan schrik je zo erg, dan zeg je helemaal niks. Maar daarna... Ik vind het echt best wel heftig hoor. Zo'n hond aan je arm. Het is eind december en is zojuist bekend geworden dat twee mannen in Breda zijn ontvoerd. Het AT wordt gevraagd om stand-by te staan voor als het onderzoeksteam meer zekerheid heeft over waar de mannen eventueel vastgehouden worden. De verdachte die is onderdeel geweest van de Juliet-bende. Van de wat voor bende? De Juliet-bende. Dat is, zoals wij dan zeggen, voor de duvel niet bang. Ja. Maar die hebben dus ook op politie geschoten, politie opgewacht. Die hadden allemaal geprepareerde auto's. Op het moment dat ze kenden onder procedures een beetje. Op het moment dat de deur opentrok, dan was een geprepareerde shotgun bijvoorbeeld. Zat erin. Dat soort onzin. Oh, wauw. Er lag ook eentje in de kofferbak, die schoot via de kofferbak naar buiten. Ellendige. En was dat drugs of wapens? Ja, die zaten op alles. Overvallen, drugs, wapens. Alles wat God verboden heeft. Op beelden die de politie op dat moment vrijgeeft, is te zien dat de twee slachtoffers worden ontvoerd op een manier die ergens aan doet denken. Als je snel kijkt, dan denk je dat het AT is. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat hebben gedacht. Bivakmutsen en een blauwe zwaailicht. Ja, de manier waarop is dan weer niet des AT's. Dat heb ik ook met Danny. Nee, dat weten de burgers. Ja, burgers. Ja en nee. Het zet ze wel aan twijfelen, want ze hebben wel de politie gebeld. Er is wel meldingen bij de politie gedaan van, we hebben iets gezien wat niet klopt. Ja, maar ik kan me voorstellen dat we ook wel eens acties hebben gedraaid waarbij we een vent, net als jij er toen bij was met... Een vent die komt de supermarkt uitlopen, dat is allemaal heel chaotisch. Wij gooien die deur open, echt zo half rijdend springen we nog uit die bus. Ja. Hou die vent aan, flikkeren met die bus en rijden we weg. Ja, maar wat je dan hetzelfde krijgt is, 9 van de 10 keer heeft de commandant aan de meldkamer gebeld. Dus we gaan een aanhouding aan te kondigen, ja. Of we hebben net een aanhouding verricht. Dus alle meldingen dan komen, je zegt bij de meldkamer, ja dat is bekend, ja. Dat is een politieaanhouding geweest. Ja, en dat was in dit geval natuurlijk niet zo. Nee. Wat is nu belangrijk voor jouw beslissing, hoe lang je hier nog blijft zitten? Er zijn een aantal factoren. Wij zitten aan het eind van het hele spectrum. Hè. Dus wij is het voor het aanhouden. Er moet nou aan de voorkant gaan een hele hoop andere beslissingen plaatsvinden. Kan de politie verkopen dat ze nu stoppen en dat er morgen in een sloot iemand wordt gevonden? Ja. Dat kun je niet verkopen. Op een duur houdt het wel op met de mogelijkheden die je vandaag nog hebt. Ja. Want wat ook nog kan, is dat ze vanuit het centrale post... via een onderhandelaar dan wel of niet, inbellen op dat nummer. Ja, en kijken of ze contact kunnen krijgen. Kijken of het überhaupt iemand opneemt. Mm-hmm. Maar dat willen ze vaak, wil je dat pas doen als je meer controle hebt op andere factoren. Ja. Mijn cirkel van invloed is heel klein. Ja. Het heeft te maken met de aanhouding en de veiligheid van de slachtoffer. En het ontbreken van informatie nu. Ja. Ja. Dus, en daarom zit je nou hier met 9 man. Ja, kind te tikken. Ja. En wat denk je? Dat het niet... Ik heb er geen goed gevoel over. En dat betekent dus dat je niet in actie komt. Juist. Want je wil wel in actie komen. Je wil gewoon gaan. Ja. Ja. Uiteindelijk zit de commandant helemaal goed met zijn gevoel. Er wordt besloten dat het AT wegens gebrek aan concrete informatie die avond niet in actie komt. Hoi. Die avond kom ik ook Tigo weer tegen. Als zijn baasje hem net weer in de auto stopt na een rondje rennen. Dan doen we nou weer terug? Ja, ik doe even in de auto, joh. Dat vonden ze beter, zei ze. Zo. Zo grappig. Je ziet alleen maar die kraalogen. Ja. Wat doe je nou? Ja, ventilatie. Moet je even warm draaien. De wat? Ventilatie voor de hond. Oh.
Nee, maar hij stinkt echt. Stinkt hij? Ja, hij stinkt echt. Hoe komt dat dan? Gewoon geur, vetten in de huid. Ja, ik weet je altijd buitenlicht. Oh ja, hij kan niet binnen, hè? Hij kan wel binnen, maar hij doet niet. Dat, Waarom doe je dat niet? Puur om het werk en privé voor de hond ook zoveel mogelijk gescheiden te houden. En wanneer is een hond geschikt om op te leiden tot AT-hond? Ja, dat is eigenlijk de landelijke coördinator van de AT-honden. Die selecteert honden ook, dat doe ik zelf ook niet. Ja, die ziet bepaalde eigenschappen qua driften, zelfstandigheid, zijn aanval die er al op zit, zijn beet. En daar worden honden toch eigenlijk al meestal. Dat hebben ze al als puppy dus? Nou, ze hebben de genen, alleen ja. Het moet nog wel op de juiste manier getraind worden. En dan moet het ook nog blijken dat hij ook op de juiste manier afgericht is en dat hij ook genoeg overhoudt om nog... Dat zijn eigenlijk echt alfamannetjes dit. En hoe lang heb je Tigo al? Ik heb Tigo nu 4,5 jaar. 4,5 jaar? In de vijfde jaar zit ik nu met hem. Maar zijn jullie dan ook echt zoals je dat in de film ziet? Echt maatjes? Ja, zeker hoor. Is dit wel echt jouw kind ook? Ik zie het wel echt als een... Ik ben natuurlijk emotioneel aangehecht, dat ga ik niet ontkennen. Maar ik zie het wel echt als een middel of een wapen binnen ons, ons werk als AT. Ja, jullie hebben het altijd over Tigo als wapen, dan denk ik... Ja, ah. Het is eigenlijk een hele sociale hond. Want ik kan hem ook zo meenemen in de teamkamer, bij wijze van spreken. Of als wij bijvoorbeeld een actie hebben dat we op hele kleine ruimte zitten met meerdere teamleden. Dan zal hij ook geen teamlid bijten. Voor hem is eigenlijk alles één groot spel. En zijn driften zijn zo hoog en ik geef hem het commando. Ja, dan gaat hij er ook voor. Maar het rare is, ik kan nu met jou heel sociaal praten, eruit halen, jij hem kietelt. Ja? Ik haal hem eruit, ik loop even om de auto heen, daarna pakt hij ook. Als ik het zeg. Als jij dat zegt. Ja, dus die link legt hij ook. Het maakt hem niet uit. Als hij te horen krijgt van die moet ik hebben, dan pakt hij hem ook. Gaat hij. Maar iedere actie dat jij en de commandant besluiten, Tigo gaat naar binnen, kan natuurlijk zijn laatste zijn. Dat klopt. Want mensen bewapen en die schieten op hem. Dat klopt. Dat is een risico die erbij zit. Daar ben ik me ook zeker bewust van. Maar denk je nooit bij het inzetten van, oh, dit is er zo één, nu zou hij hem kunnen pakken, laat hem niet naar binnen gaan? Nee, die afweging die heb ik gemaakt voordat ik begon met de hond. Mm-hmm. Wil ik dit en kan ik dat zelf ook emotioneel aan? Nou, ik heb daar zelf persoonlijk geen moeite mee. Want ik ben met Tigo een bepaald pad ingeslagen. Je kan niet zeggen, de hond heeft levens gered. Alleen de hond heeft wel een paar keer voor ons echt al de hete kolen uit het vuur gehaald. Mm-hmm. En daar train je voor en daar is het voor. Nou, misschien wel jullie leven gered. Nou, misschien in sommige situaties wel. En is hij wel eens aangevallen? Ja, Tigo is helaas, denk ik nu bijna een jaar geleden, is hij neergestoken geweest door een verward persoon. Ja. Die stond met twee kapmessen en een manchette stond hier op de eerste verdieping. De man die komt naar buiten toe met een hakbel en die wil eigenlijk gelijk op de collega's van Blauw inslaan. Die collega's die proberen nog de man met pepperspray te bedwingen. Nou, dat is helaas niet gelukt. De man die doet de deur dicht op slot en die zegt iedereen die binnenkomt, die sla ik dood. En hij stond bovenaan de trap moersleutels naar ons te gooien, potten, echt alles. Dus ik maak Tigo gereed onderaan de trap en ik stuur hem achter de schilden. Gaat hij naar boven toe om de verdachte te lokaliseren en in te bijten. Ja. En dan komt hij vast te zitten onder een deur die op dat moment naar beneden wordt gegooid. En dan hoor ik eigenlijk Tigo heel hard krijsen. Dan hoor ik hem echt gewoon schreeuwen, net als hij op zijn poot staat of op zijn staart staat. Ja, dan geef ik ook aan de commandant door van, vermoedelijk is hij nou op de hond aan het insteken. Ja. Nou, dat was dus niet vermoedelijk, dat was ik echt. Hij is met een manchette die toen op Tigo gaan slaan. Op dat moment dan weet ik ook even niet hoe het met Tigo verder gaat. En het liefst zou je natuurlijk naar boven willen om die hond te redden. Ja. Alleen, je moet dan in je basisprocedures blijven. Hoe rotgevoel daar natuurlijk... Hoe ja, natuurlijk. En dat is ook een beetje het emotionele vlak wat eraan zit. Maar gelukkig kon hij zich eigenlijk nog loskrijgen. En dat is ook weer de juiste eigenschap die de hond heeft, de driften. Ja. Dan schoot hij door omhoog en heeft hij de verdachte gebeten in zijn been. Terwijl hij zelf gewond was? Ja, terwijl hij zelf al gewond was. En toen zag de eerste man met schild eigenlijk gewoon dat de hond op het bovenbeen zat. Omdat de man met de kapmes zo op de hond aan het slaan was. Ah, en hij liet niet los? Nee, de hond bleef gewoon vasthouden. Die bleef gewoon op zijn been zitten. En op dat moment, ja, natuurlijk, de taser hadden we ook bij. En op het moment dat wij hem zagen, is de man gelijk getaserd. En dan heb ik in eerste instantie de hond van de verdachte afgehaald. Veiligheid voor de verdachte en al. Maar op het moment dat ik hem eraf pakte, ik kon hem zo al afpakken. Dus ik voelde al gelijk, dat is niet goed. Dat hij verslapt was. Ja. Ik ben zelf ook medisch verantwoordelijk in het team. Dus ik heb zelf met een collega de hond ook verbonden. Propgaas in zijn nek gedaan, Israël en bandage eromheen. En toen eigenlijk gelijk bij de commandant aangegeven, ik moet hier weg, anders heeft hij zodanig veel bloedverlies dat hij het niet gaat halen. Ja, dat weet hij niet. En toen zijn we gelukkig, de collega's van Blauw, echt complimenten daar naartoe. Ik ben gelijk bij een hondengeleider, ook in de auto gestapt. En die wist een lokale dierenarts. Zijn we daar met spoed heen gereden. Ja, daar is hij toen ook geopereerd. En toen wat infuus gekregen, wat vocht bijgevuld. Ja, en toen was hij eigenlijk wonderbaarlijk na 5-6 dagen weer de oude. Echt? Ja. Dat is echt een machine. Ja, en dat op, ja zeker. Ik denk maar was dat, je toen niet onwijs bang om hem te verliezen? Ja, tuurlijk wel. Dat speelt wel met je mee. Kijk, alleen, de andere kant van het verhaal is, dus, mocht de hond
Mochten wij geen hond bij deze mei hebben. Misschien had hij dan wel een collega van mij zodanig gestoken. Ja, en had ik tegen zijn vrouw, die misschien ook de kinderen heeft kunnen gaan vertellen hoe de actie verlopen is. Ja. Maar we hebben een week later precies dezelfde casus nagebootst, alleen met een rubbermes. Nou, totaal geen twijfel of helemaal niks. En ook nadien heeft hij nog 3 of 4 keer operationeel kon gebeten. Er zaten helemaal geen sporen van, nee, helemaal niks. Misschien mist hij paar hersencellen. Ik sluit het niet uit. Nee. De volgende dag, het is 30 december, gaat de zaak weer rollen. Er is meer informatie binnengekomen en dus wordt er weer een AT-standby gezet in de buurt van waar de daders zich waarschijnlijk bevinden. Ze hebben in ieder geval gebruik gemaakt van een blauwe transporter. Ze hebben een blauwe pit erop gezet, ze hebben bivak met ze gebruikt. In ieder geval 1 vuurwapen is gezien. En ze hebben zich vermoedelijk dus voorgedaan als politie -AT bij de ontvoering. Zo zijn ze in komen rijden. En nu rijdt er rond, ja, voor wat waard is, een golf en een bus. Die rijden een beetje samen daar rond Sint-Willibrord. Ja, geweldsinstructie. Dit is een ontvoering. Er wordt gedreigd nu met mensen doodmaken. Dus in die ambtsinstructie kun je al heel snel opschalen naar vuurwapengeweld. Kort na deze briefing komt er via Meldmisdaad Anoniem een tip binnen. Waarna wordt besloten tot actie over te gaan. Ondertussen sluiten meerdere teams aan ter ondersteuning en praat de commandant hen snel bij. Het staat allemaal in de camera's. Als je langs rijdt, camera, dus hier een camera, daar een camera, daar een camera. Dat weten we zeker. Dat weten we van een instap 3 jaar terug. Dus we gaan nu heel weinig investeren op de verkenning daar. Ondertussen is het team helemaal compleet. En dat betekent dus inclusief Tigo. Het is redelijk grijs allemaal. Onze taak is dadelijk wel een interventie doen. En vanuitgaande dat het slachtoffer zitten. Als het niet zo is, neemt justitie en politie op de koop toe dat we dan heel veel ruis veroorzaken en een aantal mensen heel erg boos maken. In de hoop dat dat weer van alles teweeg brengt. Inmiddels is ook bekend dat de locatie is afgezet met een groot ijzer hekwerk. En daarom neemt de commandant de zogeheten Bear mee, die zijn naam eer aandoet. Deze wagen zal voorop gaan om het hek eruit te rijden. Ja hoor. Met de zin in. Ja. En die komen er net bij. Die hebben nog niet eens de agressie van het wacht van ons. Als je het hebt over wat ik spannend vind. Dan vind ik dit spannend dat alles nu op het juiste moment. Alle raddertjes en alle klikjes en alles past. Niet of dat het dadelijk goed gaat binnen. Maar dat nu de heli op tijd beneden is. En dat wij op tijd uitstappen en dat allemaal past. Dat het naadloos in elkaar valt. Ja, het is een beetje buiten mijn cirkel van invloed. Jij moet nu de helikopter timen, toch? Heb je net gedaan? Nog niet. Nog niet? Oh nee, op 2 minuten. Ja. Dus dat is altijd een beetje van, oké. Want zodra die helikopter het licht aanzet, dan zijn jullie aangekomen. Dan is het te vroeg, dan weten ze dat we komen. Is het te laat, dan hebben we het nadeel dat we het niet zien. Dus het is... Maar hij kan jullie zien, toch? Ja, maar hij kan moeilijker inschatten van, oké, gaat het hek eruit, enzovoort. Oh ja, dus er moeten heel veel mensen, en die moeten op tijd uitstappen, en die moet uitstappen, en die moet dat doen, en moet zussen. En dat is dan altijd leuk spannend. Ja, en voor de heli, op enig moment gaan wij duister rijden. Dus ik weet niet of jullie ons kunnen blijven zien. Ja, geen probleem. Ja, hek open. Ja, tik maar, tik maar. Oké, gaan de mensen eruit. Actie nu, actie nu. Ja, genomen. Niks aan het over de woning. Ja, ik ben bang. We maken het weer aan het trekken. Op het terrein staan meerdere huizen. In het eerste pand is niemand aanwezig. Gelijktijdig wordt het tweede pand ingevallen waar de moeder van de verdachte woont. Komt u maar even daar? Even lekker zitten. We komen niet voor u. Woont u alleen in de woning mevrouw? Ja. Wie is uw zoon? Die heb ik gebeld. En hoe heet hij? Wat? En waar is
weet ik niet. Die, waar woont hij? Dat weet ik niet, die woont hiernaast. Die woont hiernaast, die is er niet. Dat weet ik niet, meneer. Ik zit s'avonds met de gordijnen dicht. Oké. Okay. Voor CP, alle panden negatief. Kut. Hier zit alleen die opa en oma. En volgens mij is het alleen de oude vrouwtje die oma aangetroffen. Verder niks. Het is helemaal niks, alle panden negatief. Shit zeg. Dus die actie gaat gewoon nog door? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, het is meer grond denk ik, maar er zit wel stond onder, weet ik zeker. Ik ook vol bij. Bouw je nu heel erg of ben je blij dat je in ieder geval bent gaan kijken? Nee, ja, ik baal. Ik baal al bijna nergens meer van. Nee. Nee, ja, dat is echt. Ja, wij hebben. Als ik zo terugkijk. Moet natuurlijk van de deelactietjes nog even terug horen. Maar zo, wat ik nu net gezien heb, ja, het spat een hoop AT'ers uiteen. En in korte tijd wordt een enorme ravage aan herrie en zo gemaakt. Maar volgens mij is het raam nog niet eens verbroken. Volgens mij was de schuifpui gewoon open. Ja, dus dat is niet kapot gemaakt. Volgens mij is er niks kapot gemaakt. Het liefste nu gaat dat die gijzeling stopt, dat is één. En niet alleen maar voor deze actie, maar dan denk ik, ik krijg er zo'n onderbuikgevoel dat ik met de auto opnieuw hier zit. En daar baal ik wel van. Als ik morgen weer hier zit, dan denk ik, ja, nee, maar. Ik bedoel, mijn hele gezin weet, als ik piket heb, dat ik weg moet, kunnen moeten. Ach, ja. De volgende dag, het is dan Oudejaarsdag, is het inderdaad weer raak. Weer zijn er nieuwe aanknopingspunten over waar de twee mannen worden vastgehouden. Telefoon van de slachtoffer hebben ze nu aangetroffen, of in ieder geval op 10 meter, ongeveer waar dat muis nu staat. Het is een grasveldje hier tegenover het pand. En daar is de telefoon, het ligt in het gras. Je hebt de voorverkenning net gedaan, hè, bij dat pand. Wat voor pand is het? Het is een kroeg met daarboven vermoedelijk kamerverhuur. Mm-hmm. En aan het aantal bellen, we weten niet precies hoeveel, maar het lijkt op 7, 8 ruimtes die onderverhuurd worden daar. En wat denk je daar aan te gaan treffen? Een hoop hele kleine ruimtes. Wij konden op de eerste verdieping konden we zien dat er twee ruimtes niet bewoond zijn. Die stonden ook te huur. Mm-hmm. Dus, we gaan er gewoon vanuit dat overal iemand binnen zit. Nu. En ik hoorde ze net ook spreken over een kelder en dat daar vroeger iets gebeurd is. Wat was dat? De Juliette-bende, die was in de jaren 90 actief en die hielden wat nare praktijk op na. En ik weet niet of het een broodje aap is, maar die zouden een martelkamer hebben. Mm-hmm. In die kroeg, in de kelder. We weten niet precies. Die is ook nooit echt gevonden. Mm-hmm. Maar dat is een verhaal wat in de ronde gaat. Vraag even of de kelder is. Even erin. Ja, bovenin even wachten. Boven wachten! Ja. Politie! Kelder? Niks. Er is niks, zeg jij. Er is niks binnen gevonden. Nee. Hmm.
Maar geen martelkelders. Zeg je? Geen martelkelders. Dat schuurtje, de witte. Ja. Dat loopt nog helemaal door naar achter. En daar hebben we eigenlijk uitvoerig gekeken of er nog een luikje of wat dan ook. Ja, het ziet er mega grimmig uit, een grote grievensbende. Maar, ja, maar geen mensen. Nergens. Zouden ze die gasten gestopt hebben? De volgende dag word ik gebeld door de teamleader van het AT. De zaak heeft een verrassende wending genomen. Wij hebben om, even denken, het was 2 uur ongeveer. Toen kreeg ik de melding van, in ieder geval iemand van het onderzoeksteam. Dat die 2 slachtoffers, die zouden zich bevrijd hebben. En die zouden zich gemeld hebben bij een woning langs een plek waar ze tegen hun wil waren vasthouden. Mm-hmm. Die mannen die zijn verhoord. En die hebben onafhankelijk van elkaar hebben ze aangegeven wat er eigenlijk de afgelopen dagen gebeurd zou zijn. Ja. Nou, uiteindelijk hebben we bij de instap in de loods hebben we 2 dingen in ieder geval aangetroffen. En ik weet even niks van sporen, want ik weet alleen in die grote lijn. Mm-hmm. Toen we daar binnen gingen hebben we in ieder geval de transporter aangetroffen. De transportbus. Die ook in de pers is geweest en waarop te zien was waarin die gasten vervoerd zijn. Ja, die op dat filmpje. Ja, op dat filmpje te zien waren, ja. Die bus die is daar aangetroffen. Mm-hmm. Die is veiliggesteld, die wordt ook door de technische recherche bekeken op sporen. Mm-hmm. En er is aangetroffen een aanhangwagen. En in die aanhangwagen is ook de plek geweest waar ze 3 dagen lang, of 2,5 dag lang, tegen hen wil zijn vastgehouden. Volgende week ben ik met het arrestatieteam op stap en ben ik getuige van de aanhouding van een verdachte die er in een peperdure gestolen BMW vandoor gaat. Onze verdachte die is verkeerd aangekeken. Er stond de rolwisseling. Een schermutseling trekt een vuurwapen uit zijn broekband en schiet die slachtoffer in zijn been. Vervolgens vlucht hij. The bottom of the river.